Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkens en ik leer je alles over bloemschikken. En zoals je naast me kan zien heb ik een prachtig frame hier de Oasis Bio. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Volgen op Facebook en Instagram, dan daar deel ik nog veel meer. Vooral Instagram deel ik heel veel. Dus mocht je het leuk vinden, kan je me daar volgen. Ook als er weer wat nieuws online komt, zet ik het daar neer. Of als er een aanvulling komt van een bepaald pakket, als die is uitverkocht. Vandaag gaan we aan de slag met de Oasis Bio rondjes. En die gaan we verdelen over dit prachtige frame die je kan uitschuiven. Wat ideaal is, want je kan hem daardoor aanpassen aan jouw formaat waar je hem neer kan zetten. Dus als je hem wat smaller wilt, zet je hem wat meer dicht in elkaar. Wil je hem wat breder, zet je hem verder uit. En daar kan je je bloemstuk eigenlijk ook op aanpassen. En dat gaan we vandaag dus ook doen. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Het is een metalen frame. Je kan hier even plastic omheen doen als je wil. Kan je gewoon een boterhamzakje of een diepvrieszakje voor gebruiken. Ik doe het even zonder, maar daar kan je zelf voor kiezen. Als je het fijner vindt, dan kan dat. Ik leg hem dus op 3 plekken en straks gaan we mooi met elkaar verbinden, waardoor het heel, ja, heel mooi wordt. Eerst gebruik ik eventjes wat galax, waarbij ik de zijkantjes alvast een beetje wegwerk. Een beetje aan de onderkant, dan krijgen we gelijk een verbinding met het frame. En je kan ook kiezen of aan welke kant je de blokjes neerlegt. Je kan er ook eentje in het midden doen bijvoorbeeld. Of wat meer aan de zijkant. Andere kant. Speel daarmee. Kijk wat je zelf leuk vindt. Daarin is geen goed of fout. Het is juist heel goed om af en toe gewoon zelf te kijken wat je mooi vindt. Doe je ding. Lekker creatief aan de slag. Kijk naar je product en kijk hoe het mooi tot zijn recht komt. Dan gaan we verder en ik ga hem vooral eigenlijk opmaken met veel romantische materialen, dus veel rozen. Heel mooi. Ik snij alles goed schuin aan, dat is altijd heel belangrijk. En ik wil eigenlijk dat het een beetje met elkaar verbindt, dat ga ik straks doen door middel van grassen. Maar ik hou er ook rekening mee met als ik de bloemen steek in het bloemstuk. Kijk, zoals je ziet heb ik hem hier iets langer zodat dit mooi overloopt. Dat je een waterval effect krijgt. Ik gebruik verschillende tinten. Tussendoor gebruik ik ook nog een beetje gipskrijt. Thank you.
dan gebruik ik ook nog een beetje hypericum. Die gebruik ik in delen. Dus die steek ik niet in zijn geheel erin, maar ik splits de tak. Dan laat ik wat berengras van de ene kant naar de andere kant lopen. Dus die steek ik erin. En dan laat ik die naar het volgende rondje lopen. En dan weer vanaf deze naar de volgende. Want dan verbind je hem echt mooi met elkaar. Je kan er zelfs nog wat kraaltjes aan toevoegen als je het leuk vindt. Subtiel, maar heel sierlijk. En dit doe ik ook met een houtslinger. Als je wat bredere houten in hebt, dan kan je die gewoon even doormidden knippen. Zodat je wat fijnere houtslingertjes krijgt. En die laat ik ook meelopen met het bloemstuk. Van boven naar beneden. En mocht je nou nog steekschuim zichtbaar hebben, dan kan je dat eventjes met Silantia wegwerken. En ook de Silantia kan je zelfs nog een beetje mee laten lopen met jouw étagère. En ik heb dus aan één kant de étagère helemaal vol. Aan de andere kant is die vrij. En wat dan leuk is, je kan er eventueel zelfs nog chocolaatjes of... Ja, misschien wil je er nog wat anders bij opzetten. Dat kan je dan gewoon nog bij opzetten. Wil je dat niet, dan zet je het bloemstuk gewoon wat meer naar het midden. Of bijvoorbeeld één aan de ene kant en de andere aan de andere kant. Daar kan je echt mee spelen. Dus daar kan je zelf kijken wat je daarin leuk vindt. Dan spreek ik hem nog even in. Dat doe ik vanaf een afstandje. En dat zorgt voor langere houdbaarheid. Nou, en dit is toch weer een plaatje. Je kan er alle kanten mee op. Je kan het frame laten weergebruiken. Je kan hem zelfs als fruitschaal nog weergebruiken. Je kan er chocolaatjes bij opdoen. Kan je er nu zelfs al bij opleggen. Je kan hem smal neerzetten, breed neerzetten. Heel erg leuk, maar hij geeft een heel apart effect. Je kan hem zelfs dichter bij elkaar zetten, wat wijder uit elkaar. Je kan je bloemstuk aanpassen, maar het is ook net waar je neer wil zetten natuurlijk. Een heel veelzijdige ondergrond. En op deze manier hebben we echt een prachtig, mooi, romantisch bloemstuk gemaakt. Maar ook heel apart. De kleurencombinatie van het grijs, van het hout, van het silantia met de rozen zijn gewoon heel erg mooi. Wil je dit nou graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. Zelfs de verse bloemen worden bij jou in huis geleverd. En dan hoop ik dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vindt. En wat je graag zou willen zien. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En zie je mij de volgende keer weer. Doeg!